Halfnaakte man rijdt op brommobiel door het centrum van Oostende. Dat gaat een ace iets zijn binnen 50 jaar. Ik zweer het, Holle. Elke mens zou in deze situatie waar ik nu in zit gekozen hebben om te slapen in de plaats van een video op te nemen. But I don't. Ik heb al een belofte gedaan en ik kom mijn belofte na. En ik kan het in mijn kop niet meer verdragen om een dag niet te uploaden als ik al dat beloofd heb. Ik heb gisteren op Instagram geplaatst dat vanaf nu... Ja, sorry voor de verandering. Ik ben nog maar juist terug aan het uploaden. Krijg je dan berichten van mensen, maar je weet ook niet waar je wilt. Golle weet niet waar je wilt, fucking fuckers. Ik weet dat wel. Normaal gezien ging ik op zondag niet uploaden. Vanaf nu is dat vrijdag. Omdat zondag gewoon een dag is wanneer de meeste mensen thuis zijn. En dat is eigenlijk een goede uploaddag in het weekend. Dus ik heb besloten voor op vrijdag niet meer te uploaden en op zondag wel vanaf nu. Dus bij deze, dan weet je dat. Ik heb 3 uur geslapen deze nacht, maar we zitten er. Ik heb mijn haar nog niet eens fatsoenlijk gekamd. Ja, ik weet niet of het deze beter is. Ik ben dus rond tussen 6 en 7 gaan slapen deze morgen. En ik heb mijn wekker gezet om 11 uur, zodat ik op tijd kon zijn voor een video. So don't tell me I'm giving up on my channel, because that don't... Ik geef niet op. We gaan ervoor, godverdomme. Omdat ik wel dat fijn vind dat ik reageer op bepaalde dingen, dacht ik, misschien moet ik een combinatie van bepaalde actualiteiten vermengen met elkaar. Dus ik dacht, als ik nu gewoon naar de HLN-site ga, of naar de Facebook van HLN of dergelijke, en dat ik daar gewoon reageer op alle shit-ass, dirty fucking mainstream media artikels dat ik tegenkom. Lijkt me leuk. Want weet je, HLN is ook zo'n ding, die plaatsen om de 2-3 minuten is er een nieuw artikel. Dat is absurd. Dus er is genoeg shit voor op te reageren. Ik ben een beetje boh, dus ik ga weer een beetje lallen. En ik kan zien dat er bepaalde zinnen niet fatsoenlijk uitkomen. Dat heb ik nu eenmaal als ik moe ben. Maar goed, dan weet je dat. Trouwens, het woord van de dag is... Hottentottententententoonstelling. De 3 eerste personen die dat exact juist kunnen schrijven, krijgen een dikke reactie van mij op hun reactie. Vanaf nu like ik ook de reacties die dat, het woord van de dag hebben gereageerd, maar enkel als ze er iets van in de video bij hebben gezet. Dus bijvoorbeeld, hottentottententententoonstelling. Oh, dat stukje in de video vond ik echt superleuk. Of dergelijke. Er moet iets van de video in staan waar jij het grappigste vond. Het woord van de dag plus waar je het grappigste in de video vond, is gelijk aan een like. Als ik je reactie like, komt de reactie van boven te staan. Hele Kidnet zomertour, een paar uur voor start afgelast door problemen bij podiumbouwer. Dat is kut, dat er zoiets echt last minute wordt afgezegd. In Sint-Niklaas werden vandaag een paar duizenden joelende kinderen verwacht. Dat is verschrikkelijk voor die kinderen. Wat voor nieuws is dit? In welk tijdperk zijn we naar gekomen dat dit nieuws is? Luc Bellings op zoek naar lekkere frietjes en curry wordt speciaal aan de kust. Ik geef het 2 op 10. Amai, dat zijn ook geen goeie punten. Ik snap dat niet, jongen. Wat voor fucking scheid. Weet je wat het grappigste aan de HLN is op Facebook? De reacties. Luc is zelf een curryworst. Maar even letterlijk, die reacties gaan er soms echt vierkant over. Deze. Politiechef. Nee, politiechef. Zeg je nou echt politiechef? Dat is echt fucked up. Politiechef denkt dat agent die op tractor van 16-jarige jongens gewoon verkeerde inschatting maakte. Gast, dat is. Allee ja, dat is in Nederland gebeurd. De Nederlandse politie geeft toe dat de agent die deze week bij een boerenprotest op een tractor schoot, mogelijk een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De tractor werd bestuurd door een 16-jarige. De agent schoot omdat hij naar eigen zeggen dacht dat de 16-jarige tractorbestuurder op agenten wilde inrijden en hij beducht was voor de veiligheid van zijn collega's. Dat vind ik wel een zotte. Dus voordat er iets gebeurt, reageren die. Maar als wij een klacht gaan indienen, dat wij denken dat iemand ons gaat vermoorden, dan komen ze ons pas helpen als het gebeurd is. Dat is letterlijk de wet. Ze mogen niks doen voordat er iets gebeurt. Maar dat er een fucking tractor voorbij rijdt en die krijgt niet zo'n kop. Nee, die gaan mij plat rijden, kom, schieten erop, dat is allemaal oké. Maar wij, de burgers, wij krijgen pas hulp vanaf dat onze fucking strot is opengesneden. Allee, ja, sorry, hè. Of dat heel onze inboedel uit ons kot gehaald is. Ja, dat snap ik toch ook niet, zo'n ding is gelijk daar. Vrouw die middelvinger opstek, wordt onderwijsminister. Moet zij Britse kinderen goede manieren leren? Ja, die is tenminste recht uit. Elke andere minister dat er bestaat in is hetzelfde, maar die zijn gewoon fucked up en die doen dat gewoon achter de rug. Dus in principe is dat gewoon hetzelfde. Amber Heard vraagt rechtbank om proces tegen Depp nietig te verklaren vanwege verkeerd jurylid. Die griet, die blijft gaan, hè, gast. Oh, ziet hij een narcistische kop? Dat is echt een ziek wijf. Wat wil hij dan doen? Terug een heel proces starten of weer die mens erin sleuren? Wat een verkeerd jurylid. Dan wil ik wel eens weten waarover het gaat.
Amber Heard en haar advocaten geven zich nog niet gewonnen. Die advocaten zullen wel serieus gedwongen zijn, want sorry, als je de Liston trial hebt gezien, dan was die advocaten zelf ook enorm beus. Zich gevraagd om de rechtbank om de uitspraak in de smaadzaak tegen Johnny Depp nietig te verklaren en het proces opnieuw te voeren. Meent hij dit? No way dat ze dat gewoon goedkeuren, toch? Ire. In juridische documenten die vrijdag werden ingediend, stelde het team van Amber dat één van de juryleden, die over de zaak oordeelde, nooit werd opgeroepen voor zijn juryplicht. En dan nog, hoeveel juryleden waren er uiteindelijk? Er bleven er 15 over of zo. Dan nog was iedereen tegen u, ongeacht of die ene mens ernaar zat, omdat hij er niet moest zitten of weet ik veel wat. Ik weet niet meer wat ik kon zeggen. Maar alleszins, dat die griet blijft gaan, hè, maat? De rechtbank is het er ongetwijfeld mee eens dat het zeer verontrustend is dat een persoon die niet werd opgeroepen toch verschenen is om een zitting te nemen in een jury, vooral in een zaak als deze. Oké, maar de kans, en daar gaan ze nooit achter komen, is waarschijnlijk groot dat Amber die jurylid er zelf heeft gezet voor als ze zou verliezen, dat ze dan deze smoesje had kunnen gebruiken. Daar ben ik zeker van. Die Greta heeft die mens een paar duizenden euro's gegeven en gezegd van, ga in de jury zitten. En als ze winnen, is het oké, dan komt niemand erachter. En als we niet winnen, dan kunnen we dat gebruiken om een nieuwe rechtszaak te starten. Oh, Jesus. Oh. Vermoorde onschuld. Een jonge moeder knakt waarna haar dochtertje 2 een gruwelijke dood sterft. Ik kijk nooit geen nieuws, hè, maat. Dat zijn echt zo van die dingen dat ik denk van, oei. Maar dat zal wel niet bij ons zijn, waarschijnlijk. Een relatie die op de klippen loopt en de studies die mislukken in het vroege jaar. Oh, echt, dat is in Vlaams-Brabant. In een barbecue-stijl vindt een oom het verkoolde lichaampje van peuter Pari 2 terug. Mama Julie, dan 27 jaar, is er ook bij en stuikt neer. 2 jaar lang wacht ze in de cel op haar proces dat er uiteindelijk nooit komt. Elke dag kijkt ze nog naar de foto van haar dochtertje. Wacht, wij zijn moet ik echt abonnementen gaan beginnen pakken of favoriet fucking te lezen. Wat is net punt? Is zij nu letterlijk haar fucking kind vermoord of niet? Let me know in de reacties, want ik snap er niks van. Allee, er is weer iemand gestorven van een vaccinatie hier, zie ik. 9 nieuwe miljonairs dankzij Euromillions, maar een kortpot van 230 miljoen valt nog niet. Dat is een... Oh, 230 miljoen. Soms denk je dat dat zelfs te veel is om te hebben, maar langs de andere kant kunnen daar heel veel mensen mee helpen. Dus daar maak het dan weer niet te veel van. Maar ik denk soms van, moesten dat niet met andere mensen gaan delen, dan is dat gewoon te veel, maat. Dan moet je dat zelfs niet hebben, dat bedrag. Maar gewoon die amount of people you can help with a bedrag als dat, dat is crazy. Ik zou het wel weten, zo. Jongen, ik kon echt geen abonnement pakken op die fucking rommel. En maat, no fucking way dat ik dat steun. Musk maakt einde aan overname overeenkomst met Twitter. Ja, want die mensen nog geen geld genoeg. Ah, zo'n mensen haat ik ook, hè, maat. Dat zijn ook zo van die muggenzifters, hè, hier. Hè? Dus, een brand in uw Antwerpen veroorzaakt door menselijke fout tijdens dekwerken. Dat kan gebeuren, dat is een menselijke fout. En dan zo, met een goede gekwalificeerde firma kom je dat niet tegen. Maar ja, het moet altijd maar goedkoper zijn. Wie komt er dan, denk je? Ah, dat zijn zo van die mensen die een hele dag op Facebook zitten en reacties plaatsen tegen alles in. NASA geeft een voorsmaakje van diepste foto ooit van ons universum. Ik zie in het universum elke dag, jongen. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar... That's my shit. Overnemen Russische McDonald's restaurants zitten zonder frieten. Oh, hier hebben we weer zo'n muggenzifter. En wij zullen geen gas meer hebben om ons te verwarmen. Brandstof om ons te verplaatsen. En vele andere producten waarvan de prijs zo hoog is gestegen dat we ze niet langer kunnen betalen. Dus we liever een pakje smakeloze frieten en McDonald's. Hey, wel gelijk. Kon niet liegen. In kaart. Moet ik nog een mondmasker op? Is COVID-safe ticket nog verplicht? De coronasituatie in uw vakantieland? No one gives a fuck. Per toeval 45 kilo cocaïne ontdekt in Flixbus. Niet de eerste keer. Jongen, in elke fucking bus. Zelfs in de fucking lijnbus, als je het mij vraagt. Dat zit overal, die shit. Je wilt niet weten hoeveel keer op een dag dat er aan een auto of een camion of het kikveel wat voorbij rijdt met kilo's drugs in, jongen. Dat is absurd. Gemeentewerker Thierry rijdt met grasmaaier over 2 meter lange boa constrictor. Het is triest voor het dier. Och, dat is ook weer zo'n mens die zo kei trots is dat hem een keer in het nieuws is geweest. Zo, kinders. Dat is echt zo'n typisch soort. Hij zegt het pas toen het te laat was. De gemeentewerker van Heningen als een stadje, blablabla, was het gras aan het maaien toen hij plots een 2 meter lange boa constrictor zag opduiken. Ik remde, maar het was te laat. Toen hij ging kijken, was de schade niet te overzien. De grasmaaier werd de boa fataal. Hij kwam er aan de andere kant helaas verpletterd uit. Ja, er wordt daar nieuws over gemaakt, hè. Maar over het varkje en de koe en de kip dat hem die avond nog gegeten, die dat gestorven zijn, daar wordt allemaal niks over gezegd. Vind maar triestige artikels, kon niet liegen.
Gemiddelde jaarfactuur voor aardgas stijgt in juli naar hoogste niveau ooit voor gezinnen in Vlaanderen. Oh jongens, dat is toch echt... Wie in juli op de commerciële markt een aardgascontract moet sluiten, mag zich aan een geschatte gemiddelde jaarfactuur verwachten van €2.728. Waar blijven ze toch halen, hè, maat? En waar blijft de bevolking dat toch pieken? Dat snap ik helemaal niet. Ah, nu krijgen we goede artikels. Halfnaakte man rijdt op brommobiel door centrum van Oostende. Dat gaat een ace iets zijn binnen 50 jaar. Het is snik heet en dat vond deze man in Oostende duidelijk ook, want hij reed wel heel schaars gekleed op zijn brommobiel. Zeg, laat die mens toch eens gerust. Die heeft toch nog een onderbroekje aan? Allee, jong. Nee, dat vind ik niet oké. Ja, en dan als die mens naar een speedo wil dragen, dat is alias naar waar een weer is. Het opvallende beeld werd vrijdagmiddag gemaakt in de vindictieve laan in Oostende. Heel wat automobilisten keken er vreemd op toen de man op zijn brommobiel de weg overstak. Sorry, ik kan echt niet meer praten, ik ben te moe. De scène leek dan ook rechtstreeks uit het televisieprogramma Benidorm Bastards te komen. Op zijn brommobiel en gehuld in niets dan een klein zwembroekje. Laat die mens gerust, jongen, die is zijn pensioen. Op de beste manier aan het leven gewoon. Ik vind het ook triest dat dan zoiets online moet komen. Allee, ik bedoel met de beelden erbij en zo. Je mens denkt in zijn eigen, ik heb het zo warm, ik kan even naar buiten. En in één keer zie je dat hij zijn kop op een of andere artikel staat. Dat is fucked up. Extreme hitte, bosbranden en droogte. Wie straks naar het zuiden vertrekt, houdt er best rekening mee. Ja, het is goed. We zullen er rekening mee houden dat we 5 fucking brandblusters meepakken. Oh, ja, hier heb ik nog een bericht over gekregen. Deze kan dat toch niet meer. Nieuwe coronavariant. Gaan we met Centaurus de winter in? Allee, ze hebben weer een goede naam verzonnen. Dat is precies een dinosaurus, gast. De Centaurus. Oh, ik heb het zo gehad met die varianten. Wat voor een losers, jongen. Die blijven met shit komen. Dan is de apenpokken, dan is de fucking Centaurus. Het is echt te triestig voor woorden aan het worden, jongen. Een nieuwe coronavariant die zich sneller lijkt te verspreiden, steekt de kop op. Het nieuwe euvel heet BA275 bij. Genaamd Centaurus en zou wel eens de variant kunnen worden waarmee we komende herfst te maken kunnen krijgen. Die begin dit jaar korte tijd dominant was in onder meer Europa. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat Centaurus ernstiger is of andere symptomen veroorzaakt. Maar uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij mogelijk beter kan ontsnappen aan antistoffen. Dat zou kunnen betekenen dat mensen die onlangs een coronabesmetting hadden opnieuw besmet kunnen worden, al zullen de meeste mensen er niet erg ziek van worden. Ze blijven toch met rotte shit komen eigenlijk, gast. Trapt de gewoon hier nog in? Zijn er oprecht mensen die nu kijken die dat er nog in trappen in alles wat die ons wijs maken? Dat is toch echt te ziek voor woorden, joh. Kleine beslissing kan je leven helemaal overhoop halen. Britse toontoe waar sprong van een brug verkeerd uitraait. Ja, ik heb dat gezien. Die was van een brug in het water gesprongen en die was volledig... Ja, die had iets geraakt of iets dergelijks. En dat was die tijdelijk verlamd of zoiets. Die had terug moeten leren wandelen en terug moeten leren praten. En geloof mij, ook duiken in een zwembad, mensen, don't do that. Ik heb een meisje gezien op TikTok. Die was in een zwembad gedoken. En die is met haar kop op de grond gekomen. En de rest van haar leven zit die in een rolstoel. En die kan niks niet meer doen. Niks. Let daar alsjeblieft op. Niet in een ondiep zwembad duiken. Dat is echt fucking gevaarlijk. Wegpiraat 20 krijgt zware straf na dolle mensenrit met achtervolging in Diksmuiden. En dan moet de politierechtbank nog komen. Ik dacht eerst dat ik het was, maar toen zei ik dat die mens maar 20 is. Ik ben er 29. Mijn artikel zal nog wel verschonen. Daders van passionele moorden zijn vaak narcisten. Vermassen over hoe simpele ruzie kan leiden tot moord. Die reactie daaronder. We zullen maar zwijgen dat CEO's en advocaten in de top 3 staan als job voor psychopaten. Dat is echt. In een week tijd werd Vlaanderen opgeschrikt door 2 bloedige drama's als gevolg van een stukgelopen relatie. Verder onderzoek moet nog duidelijk maken wat Peter VH en SD bezielden, maar volgens topleider Jeff Vermessen zijn daders van passionele moorden vaak narcisten. Well, I dodged the bullet with that one. I was living 2 years with a narcissistic person, maar die had mij nou wel niet vermoord. Dat zou eerder andersom geweest zijn, denk ik. Zo kunnen ze het niet verkroppen dat hun ex iemand anders heeft. Dat soort mensen redeneert, jij bent van mij. Maar dat is bullshit. Dat is bullshit wat dat hierin staat. Narcisten, dat zijn mensen die dat heel snel iemand anders hebben. En die dat ook gewoon dan walgen van u. Snap je? Mensen die dat hun partner vermoorden, dat zijn mensen die dat een obsessie hebben. Die dat gewoon niet oké zijn in hun hoofd. Die dat echt geobsedeerd zijn. Een narcist is niet geobsedeerd. Narcisten zijn heel hebberig. En die willen u volledig domineren. Dus dat klopt. Hè. Die onbewust...
leeft jij eigenlijk het leven dat Sun wil dat jij leeft? Maar die kunnen meestal wel snel overschakelen naar iemand anders. Vanaf dat ze merken dat het niet meer... Dat het niet meer gaat, zal ik maar zeggen. Of als ze niet meer terugkomt, of hij niet meer terugkomt. Ze zijn ook vrouwelijke narcisten natuurlijk. Dus dat klopt niet helemaal, vind ik. Maar goed, ik vond het saaie artikels vandaag. Ik kan er niet aan doen. Oké, guys, ik ga afsluiten. Vergeet het woord van de dag niet. Abonneer zeker. Belletje aanzetten naast abonneren, zodat je altijd een melding krijgt als ik een video plaats. Dan mis je niets. En dan hoop ik jullie morgen weer terug te zien om 5 uur bij een volgende video. Adios!